Een basisbeginsel wanneer het gaat om marketing. Dus ik kan je allemaal trucjes geven. Maar een basisbeginsel wanneer het gaat om marketing is om te kijken van oké, wat voor plek wil je claimen in je markt? Wat voor plek wil je claimen in je markt? Wil jij overleven? Wil je af en toe wat nieuwe klanten binnenkrijgen? Of ben jij die, ik zou zeggen, lat verhogen? Ben je die persoon die de lat hoog legt en een van de beste of misschien wel de beste plek wil claimen in de markt? Want als jij dat doet, dat begint allemaal met een keuze om die plek te claimen in je markt. Wil je de beste masseur zijn, bam, dan claim je die plek in de markt. Wil je gewoon overleven en af en toe wat klanten krijgen als masseur? Ja, dat is een hele andere overtuiging. Ik heb de overtuiging dat als jij je zinnen erop zet, mits je natuurlijk inhoud hebt, mits je natuurlijk skills hebt, mits je natuurlijk van waarde bent in je markt, mits je iets aanbiedt wat waardevol is. Als je een broodje met poep verkoopt, dan kun je nog zulke goede marketing doen, maar op een gegeven moment gaat het tegen je werken, die marketing. Dus wat je moet willen is dat je iets verkoopt waar mensen blij van worden. Dat is de basis. Dus laten we dat even duidelijk hebben. Als je daarin een van de beste... Ben jij een van de beste ontknopers in Nederland? De beste ontknoper in Nederland. En als je die overtuiging hebt, dan is het een kwestie van die plek claimen en daar je zinnen op gaan zetten. En dan de strategieën die je van mij leert of van andere experts leert om die daar gewoon voor in te zetten. Dus dat je het bent en een goede naam hebt, dat is leuk. Maar dan is de kwestie van oké, hoe word je, en ik noem dat de meest waardevolle speler in je markt. De most valuable player in je markt. Als dat je intentie is om de meest waardevolle speler in je markt te gaan worden en dat via het internet te delen. Ja, als je die plek hebt geclaimd en daadwerkelijk ook die stap bezet om de meest waardevolle speler in je markt te zijn, hoef je nooit meer zorgen te maken om business, mits je het tweede onderdeel goed begrijpt. En dat is om er daadwerkelijk business uit te halen. Dus je kunt nog zoveel exposure via het internet krijgen, maar je hebt er natuurlijk niks aan als je niet er business uit kunt gaan halen.